Vandaag wil ik de survival video beginnen met het herbouwen van dit saaie gebied bij de poort. Klik nu op dat duimpje omhoog. We gaan voor 4000 likes. Daar zijn we dan, naar deze prachtige timelapse. En welkom bij een nieuwe Content Veen video. Jongens, zoals jullie zagen, deze video is begonnen met een bouwwerk buiten de stad om. En dat is echt al maanden geleden. En niet eens maanden geleden, dat gebeurt gewoon bijna nooit. Dat ik buiten de stad om echt wat groots gebouwd heb. En het is gewoon gebeurd. Ik heb het hele landschap hervormd. Voor het oude landschap vond ik er mooi uitzien. Maar belangen niet zoals ik het wilde. Ik heb het. Het is gewoon niet meer te herkennen hoe het hieruit zag. Er waren bomen, er waren andere heuvels. Nu staan er kliffen, rivieren. De eerste farm is ontstaan. Ik heb er eentje gebouwd. Om even kijken hoe die eruit gaat zien als hij klaar is. Er is helemaal voor. Oh mijn god, ik ben gewoon een stukje vergeten. Niet te geloven. Nee! Is dat in de timelapse dus ook zo? Man! Ik heb gewoon niet eens... Hoe is me dat niet opgevallen? Waarschijnlijk zagen jullie altijd gewoon een kaal vlekje. Wat niet is gaan... Oh mijn god, dat moet ik dus even zo fixen. Maar goed, de rivierbruggetjes. Ik heb zelfs stoom toegevoegd of dat... Je snapt wat ik bedoel, weet je? Dat is water die hoort op ander water kletsen. Dat het dan... omhoog gaat. Ik heb mijn pet niet op. Mijn haar zit, ja. Jullie mogen zelf beslissen wat jullie van het kapsel vinden. Laten we het dapper noemen. Een dapper kapsel. Maar goed, leuk dat jullie er zijn, jongens. Laten we even wat zaadjes pakken. Ik heb nog genoeg zaadjes. En gelijk even wat boomiel. Dat gaan we gewoon even benutten. Want ik ben benieuwd hoe dit eruit gaat zien als het helemaal is volgroeid, jongens. Kijk, nu zit het er allemaal groen en geel natuurlijk. Maar uiteindelijk is het allemaal geel en is het groene verdwenen. En dan zie je alleen nog maar het mooie groene van de rode plantjes hier. Er zit ook groen in natuurlijk. En van de bosjes die ertussen verspreid zitten. Ik twijfel of ik daar mijn boomiel voor wil gebruiken. En ik kan beter gewoon wachten. Uiteindelijk wordt het toch wel normaal. Of uiteindelijk groeit het toch wel. Kijk, zonde om nou overal dit te doen, weet je. Nee. Dat laten we wel gewoon groeien. Kom maar goed. Ik ben tot zover best wel tevreden. Ik vind het pad mooi, maar het is denk ik nog niet genoeg detail. Maar ik wil ook niet overdetailleren. Ik wil misschien een beetje less is more houden met dit pad, weet je. Dat je gewoon drie verschillende dingen hebt. Dat is platgestampte gras, hier koorstuurt en een blaadje af en toe ertussen. Ik denk dat dat wel genoeg is. Zeker als ik dit pad helemaal naar voren wil brengen. Hier een bruggetje. Ik twijfelde om dit eerst van sproes te maken, zoals de trappetjes hier. Maar ik dacht, weet je, om het... Ja, de hele stad is van dark oak en zo. Dan wil ik af en toe nog wel even een klein een kenmerkje terug erin hebben van, yo, dit hoort bij elkaar, weet je. Maar goed, laten wij onszelf even productief maken. En de bomen die hier staan moeten ook namelijk nog weg. Dus we gaan weer beginnen met een simpel taakje. Lekker hersenloos boompjes hakken. Laat even weten in de reacties, jongens, wat jullie tot nu toe van het landschap hier vinden. En ik weet niet echt hoe we dit moeten noemen, want we hebben natuurlijk het nieuwe, we hebben het oude gebied in de stad. We hebben het nieuwe gebied in de stad. En we hebben het industrieterrein in de stad. Weet je, er zijn in principe drie gebieden. En het allemaal centraal staat het kasteel dan. Het staat tussen de drie gebieden in. Maar hoe noemen we dit dan? Het boerenland? Nou, dat is trouwens best wel leuk om dit gewoon het boerenland te noemen. Dan heb je het industrieterrein, heb je het nieuwe gebied, het oude gebied en het boerenland. Dat het niet eens, dat het niet het gebied noemen, maar gewoon land. Dat is leuk. Dat is leuk, denk ik. Laat maar even een leuke naam achter in de reacties, jongens. En gelijk wat jullie van dit gebied vinden. Want jullie hadden heel veel ideeën achtergelaten. Boerderijtjes, stallen, molens, herbergen. Allemaal leuke ideetjes. Maar goed, voor nu moet even al dit hout weg.
Jongens, we hebben bezoekers. Hallo daar aan de overkant. Vorige aflevering merkte ik ook al dat pilletjes hier erg graag ronddwalen. Ik weet niet precies waarom. Ik weet ook niet of ik op ze af... Ik ga ze niet aanvallen, want daar start ik reet. En daar heb ik echt geen zin in. Nou, in principe ze zitten nu nog aan die kant van de brug. Dus ik laat jullie daar lekker staan. Zolang jullie maar niet deze kant op komen. Maar goed, even niet belangrijk. De bomen zijn weggehaald. Althans, de bomen die ik weg wilde... Oh mijn god, ze steken over. Dat meen ik. Ik zeg letterlijk... Zolang jullie aan de andere kant blijven, is het prima. Jullie kijken mijn kant op. Hallo! Ik noem jullie Pim en Pam. Maar waar is Pom? Zoals jullie kunnen zien, heb ik dit helemaal nog niet afgemaakt, weet je. Ik ben letterlijk tot een lijntje gegaan. Dat is namelijk hier. Hetzelfde geldt daar. Ben ik ook gewoon tot een lijntje gegaan. En voor de rest, dit is het landschap nu natuurlijk. Waar is je vriend? Waar is Pam? Oh, nee. Hij is met. Stop. Nee. Ik heb nog niks gedaan. Oh, mijn god, jongen. Oh, hij is weg. Hij is gedespawned. Oh, hij is niet gedespawned. Is hij mad op me? Nee, waarom ben je mad op me? Nee! Oh. Oké. Laten we even in de lucht blijven hangen tot hij gedespawned is. Het ding is, jongens, wat ik wil doen is... Ik wil het pad zo laten lopen hier. Dan wil ik hem daarheen laten. Dan daarover laten lopen. Zo. Dan wil ik hem hier omhoog via dit gedeelte zo. Nou, dan komt hij daar bij de ingang van voren. Maar ik wil het pad ook hier laten lopen. Langs de klif zo. Helemaal door dit dorp gaan we het dorp gewoon even slopen. Dan hier precies zo mooi omhoog. En dan komt hij hier uit bij dit kasteeltje die ik ooit gebouwd heb. En dan kunnen we namelijk zo mooi de brug overlopen. Als we naar onze uitvalbasis Kingdom Forden kunnen. Oftewel gewoon Kingdom Content nog steeds. Maar dan een, ja, hè, een vluchtbasis waar we heen kunnen vluchten wanneer we willen. En het gaat me toch een werkje worden. Want weet je hoe ver dit uit elkaar ligt? Het lijkt helemaal niet zo heel ver. Maar als je het zo loopt is het eigenlijk elke keer toch best wel ver. Is die pilletje weg? Volgens mij is het pilletje... Ja, hij is gedespawned, hè. En dan hier, op dit puntje waar we nu staan. Dit is nou als je de poort uitloopt, dan links over dit brugje. Hier wil ik denk ik stallen maken. Of... Ik twijfel. Misschien dat ik hier stallen wil. Of gewoon een coole grote molen hier in het midden. En daaromheen nog meer land. Maar misschien, want kijk, dit pad. Als stel je dat je hier met je paard zo overheen gaat zoals dit. Dit is toch wel cool. En dan hier ook allemaal nog farmlands en zo. Hoe cool is dat dan? Allemaal goede ideeën, hè, jongens. Allemaal goede ideetjes. Alright, jongens. Het ding is wat ik nu wil doen. Ik wil even wat steen pakken. Hier honkebonken, donkebonk. Dan hier nog meer. Oeh, ik heb niet meer normaal steen. Oké, dat moeten we dan even halen in de stad zelf. Gelukkig heb ik natuurlijk bij het industrieterrein een hele grote kist op. Opslag die heel, ja, rommelig is. En die staat ook half buiten, half binnen. Ik moet nog steeds een keertje oplossen. Die staat hier. Maar daar hebben wij natuurlijk echt... Of buiten zelfs hebben wij oneindig veel steen. Dus dat nemen we even mooi mee. En dan nu wil ik de tweede farm maken. Namelijk toch wel hierboven. Ik ga een molen bouwen in plaats van daar de boerderij. Weet je, de boerderij komt dan net op een ander plekje nog. Hier komt gewoon een coole molen. Maar daarvoor wil ik eerst weer zo'n randje maken van steen. Zoals ik daar ook heb gedaan. En dat is ongeveer een beetje op deze manier zo. Dan hier natuurlijk de prachtige ingang. Laten we hem helemaal mooi hierheen lopen. En dan hier zo mooi het hoekje om. Dan houden we dit platform hier beneden vrij. Om daar mogelijk gewoon een mooie grote boom... Oh ja. Hier gaan we een mooie grote boom bouwen, jongens. Hier. Oeh, dat gaat cool worden, hé. En daar misschien een kleintje. Oh, ik heb het, zie het al helemaal voor me. Zo, oké. Dan als we even erboven vliegen, kunnen we zien hoe het eruit ziet. En het ziet er waarschijnlijk... Oh, dat is een mooie vorm. Alleen op de vorm letten, hé, jongens. Niet op de details natuurlijk. Die komen er nu aan. Maar als we de vorm zien zoals dit... Ja, dat is gaaf. Dan heb je dit grasje natuurlijk gewoon voor andere details. Maar hier weer een grote mooie farm. Dat gaat cool worden. Oké, dan willen we nu de helft van dit steen... Van dit cobblestone willen we normaal steen maken. Dat gaan we natuurlijk gewoon even snel op deze manier doen. Zo, dit ziet er allemaal prima uit. Hoppakee. Dan nu wordt die af en toe hier en daar even wat hoger. Zo, dat is te hoog. Ik denk dat ik deze namelijk wel wat lager wil hebben dan die daar. Weet je, die daar is namelijk wel erg hoog en breed. Ik wil deze iets minder hebben. In principe is dit natuurlijk een heel simpel taakje, jongens. Zo, dan heb ik nu slabs en stairs nodig. En walls, trouwens. En als het goed is, heb ik hier slabs, stairs en walls. Nou, wat toevallig. Alsof ik een timelapse heb gemaakt waarin ik dit allemaal eerder heb gebouwd. Oh, wacht. Dat heb ik ook. Nou, laten we hier en daar af en toe even een slapje. Af en toe hier en daar een wall ertussen. Zodat het een beetje, ja, dun en dik wordt. Weet je, de combinatie ervan. Hier zo pop, erbovenop. Daarnaast. Verzin het. Het makkelijke aan dit soort dingen, jongens, is dat het gewoon heel simpel is eigenlijk, weet je? Om gewoon zo'n simpel muurtje met... Het is omdat het rommelig is. Dat wil ik zeggen. Het is simpel omdat het rommelig is. Kijk, als we nu al erboven vliegen, dan zie je al heel snel dat het er gewoon hier prima uitziet al. Helemaal top zo. Oh, wacht, trouwens, ik ben de stairs vergeten. Een beetje nog extra details. Het enige wat misschien een beetje moeilijk kan zijn,
is af en toe even een detailje zoals dit, weet je? Gewoon dat er een beetje gaten in zitten hier en daar. Zo, kijk, dat lijkt net op een gat, weet je? Hier een sterretje, zo. Zo, hoppakee. Dan nu gaan we het pad er doorheen maken. Want ik denk dat hier, laten we hier de molen bouwen. Even kijken op dit punt hier. Is dat een mooie plek als ik daar een molen bouw? Even kijken. Woe, dat is... Ja, ja. Laten we misschien even kijken toch hier. Denk, oh, hier is denk ik een mooiere plek. Als dat het midden is van de molen, weet je. Staat hij een beetje... Ja, dat is perfect. Dan staat hij centraal. Ah, zo ziet het al op, hè, jongens. Wat spannend allemaal. Een molen bouwen. Besef ik me nu trouwens dat ik dat volgens mij echt gewoon bijna nog nooit heb gedaan in Minecraft. Ik heb bijna nog nooit een molen gebouwd in Minecraft. Wat is dit? Maar ja, hè, er is zoveel in deze stad wat ik nog nooit eerder gebouwd had. Dus laten we zeggen, ik hoop dat het wel goed komt. Nou, ik ga het avontuur beginnen. De molen gaat gebouwd worden. Voor jullie gaat het er leuk uitzien. Met natuurlijk een mooie timelapse. Er staat daar een skelet af te branden. Je gaat dood. Oh, laat maar, je hebt een schaduwplekje gevonden. Nou, laten wij even deze prachtige molen bouwen. Jongens, daar zijn we weer en wij hebben toch een prachtig molentje gemaakt. Ik had echt geen flauw idee hoe ik dat moest maken. De wieken, ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Dus dat heb ik wel echt absoluut van iemand gewoon een soort van beetje genakt. Omdat ik dacht van ja, anders maak ik waarschijnlijk echt gewoon letterlijk een kruis zo. En dat vind ik niet mooi. Dus ik dacht, ik ga het soort van nakken. Het concept hiervan, want ja, hè, anders moet het moet wel mooi blijven. Maar ik dacht, ik wil wel eerlijk zijn in dat soort dingen, jongens. Dus ik dacht, ik zeg het wel gelijk voordat mensen zeggen... Je hebt het gestolen. Ja, dat klopt. Ik heb die wieken. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Moet je nagaan. Ik heb er geen kennis van. Maar maakt niet uit. In ieder geval, het is een hartstikke leuk huis geworden. Er is veel open ruimte nog. Ik dacht, hier een mooi tuintje. Hier een mooi tuintje. Misschien een klein farmpje of zo. En dan hier een grote, weet ik veel wat, farm slash opslag. En dan vooral dit gebied hier. Hier gaat gewoon een en al graan komen. En een vogel verschrikken. En weet ik veel wat allemaal. Dit gaat zo mooi worden. Misschien kunnen we hier wel een leuke villager neerzetten of zo, jongens. Dat zou heel leuk zijn om te doen. En dan wat ik als volgt wil doen, is hier vervolgens ook dat steen aan de andere kant brengen. Dan wil ik hier beneden dit gedeelte nog eventjes ook mooi met steen maken. En er staat hier iemand. Hey, goeiedag, man. Mijn pad voor dit. Ik bestel een soort steen. In een al mijn kleren. Mijn degens liggen zo op de grond. En mijn eerst zijn helemaal overstuur zo. En ik lieg... Ah, schoon, jongen. Van mij heb ik nog maar wortels in mijn... Oh, lekker. Oh, kijk, jong. Hier word je vast wel rustig, hè. Oh, lekker. Yo. Ik heb er geen reet verstaan van wat ze juist allemaal gezegd is. Meneer, hallo. Goeiedag, hem. Wie bent u? Wat doet u hier? En welke taal spreekt u? Welke taal spreekt u? Ik probeer van Nederland, zo. Maar kijk, ik reed hier zo langs zo. God, en ja. Ik denk, nou, Paul, die prachtige molen daar zo. En ik denk, nou, die ga ik in mijn door bezicht. Molen. Maar, ja, maar toen kwam er een windvlaag van links. En toen vielen al mijn kleren hier zo. Mijn kussen, mijn deken en mijn kusloop. Alles schiep van de kolom, joh. Voor een of andere reden heb ik het verstaan. Je was hier lekker aan het rijden. Zag je die prachtige windmolen. Maar toen kwam er een windvlaag. En waar nu ligt, zeg maar, je kussens en je dekens liggen op de grond en zo. Dus ben je gestopt. Toen ging heel veel stoppen. En toen werden hun helemaal overstuur zo. Ze werden overstuur, Jezus. Yeah. Oké, prima. Godverding. Ja. Ten eerste, welkom in de stad Contentveen. Of je staat in ieder geval buiten nog. Mijn naam is Max. Hallo, jij bent... Boeian. Boeian. Ja, ik kom uit het Westen. Bij het Westen? Ja. Daar komen boeren toch meestal niet vandaan? Nee, mensen, maar helemaal niet gehoord. Ik kom uit het Westen. Prima, ik vind het helemaal goed. Maar kijk, ben je wat goed bij je map? Oh, nou? Kijk, een dikke bak met bieten. Oh, je hebt een dikke bak met bieten. Ja, een dikke bak met bieten. Heerlijk. Ja. Kan ik je ergens mee helpen, Jan? Nou, ik ging me kijken of die molen te koop was. Je wilde kijken of die molen te koop was? Ja, daar kijk, eigenlijk kom ik gewoon in wonen. Maar ja, weer, dat is het niet. Nou, weet je, dat die molen er echt nog maar 2 seconden staat. Die heb ik echt net gebouwd. Oh, ik vond hem ook zo karig, ja. Er is nog heel veel wat er moet gebeuren. Ja. Weet je, kijk, weet je wat ik dus denk? Dat er dan links een mooie prachtige stuur kan komen. Een dikke appboom, pimboom erop huur. Oh, dat wordt mooi. Kom mee, Jan. Ik wil het je even laten zien, weet je. Ik heb namelijk, dit gebied hier is nog groot in aanbouw. Het is het eerste huis dat er staat. Ja. Dat zie je. En het is gelijk een grote mooie molen. Het is toch een molen, ja. Het is geen huis. Ja, het is toch ook een huis. Je kan nog wonen in de molen. Ja, dat doen we, ja. Oh, kijk, dan maak ik hier zo prachtig een schuur zo. En dan kunnen hier mooie beesten lopen. Oh, hier mooi. Ja. Oké, weet je, ik sta open voor alles, Jan. Ik vind het leuk dat je er bent. Je hebt een mooie snor, moet ik zeggen. Ja.
Ja, daar kom je, ja. Hey, het ding is, het is heel kaal nog. Ook van binnen, ja. Jan. Ik bedoel, ik heb niet eens letterlijk een deur gebouwd, zie ik nu. Oh, is overlucht hier, ja, zo. Ja, het is zeg maar het open huis. Je hebt hier een plafond boven, dus daar kan je ook... Maar je mag ook zijn, hè? Kijk, ik dacht dat het huis is net geboekt, maar dan groeit nu al onkruid op. Dat heb ik... Ja, dat klopt. Dat is een beetje om het... Ja, hoort bij het huis. Onkruid op huis? Nou, ik ben in de West nog nooit gezien. Maar dan ben je... Ik heb moeite met je verstaan, Jan, maar ik weet je... Je mag het best kopen, wat mij betreft. Maar meneer, kijk eens even naar mij. Kijk naar mijn car, ja? Ja, ik kijk naar je car. Daar. Ja. Ja. Wat heb ik allemaal? Je... Een paar bieten, zo te zien. Ja. Wat, dat is nou, ik denk dat die bak met bieten niet zoveel waard is dan de hele moon. Weet je, als jij hier gaat wonen en jij zorgt gewoon... Want dat is mijn stad, zie je? Daar woon ik, in de grote stad. Als jij zorgt dat er gewoon... Zo, daar nou een bom op, ja. Huh? Waar is daar bom op? Gek. Oh ja, dat is een virus. Kom maar niet in de stad, weet je. Blijf maar hier. Dat is denk ik veiliger buiten de stad dan in de stad. Ah, ik ben immuun, hè. Ik ben een boer. Dus ik kan ook tegen virus. Ja, dat snap ik. Maar, boer Jan, blijf maar lekker hier. Gewoon, je mag het hebben wat mij betreft. Zolang jij voor dat was wel heel makkelijk, joh. Als jij voor welvaart zorgt in dit gebied, zie je, ik zorg wel dat alle dingen gebouwd worden en zo. Maar als jij gewoon voor de welvaart zorgt en zorgt dat het allemaal blijft runnen, mag jij een soort van... Ja, dan ben jij de boer hier. Oh, dan begrijp ik prachtig. Ja, kijk, dan maak je hier zo'n graan vol zo. En dan gaat die molen alle graan vermullen. En dan... dat was fantastisch. Prima. Weet je, wat wil je hebben? Zoals jij zorgt dat jij je kar hierheen rijdt. Even, ik weet niet, is je kar gemaakt? Dan kan je doorrijden met je kar. Nou, ik moet even die kleren oppakken en hier zetten. Ja, oké. Okay. Zet jij je kar dan even op dit plekje hier of zo, weet je? Verzin het. Ik denk dat dit wel een mooi plekje is waar ik nu sta. Dan ga ik even wat dingetjes voor je halen. En dan ga ik hier gewoon zo meteen nog even voor je aan de slag, oké? Om het even netjes af te maken. Oh ja, vind ik prima, ja. Dan ga ik even naar mijn kar toe en even naar mijn ezel toe. Maar die zijn waarschijnlijk helemaal verstuurd. Ik vind het prima, Jan. Doe je ding, voel je thuis. Ik maak het jouw molen. Wat mij betreft mag het. Ja, dat is waar. Ik rij hier altijd langs, hè? Wat zeg je? Ik rij hier altijd langs. Je reed hier altijd al langs? Ja, maar je zag helemaal niks hier. Ik denk, wat een kale boel. Ik wou zeggen, het was gewoon... Ik denk, nou, die moet ik hebben. En het grote kasteeldorp, of is de stad hier dan? Nou, geen interesse. Geen interesse. Oh, god, weet je, ga jij lekker in je kleine molentje wonen? Ik blijf wel op een grote stad hier. Wat een verschrikking. Ga jij je kar erheen brengen, het wordt donker, dan kan je snel erheen gaan. Ik zorg voor een deur, ik zorg voor nog wat graan en zo daar. Ja, dat is goed. Dan zie ik je zo daar, oké? Ja. Dag Jan. Yo, hey. Oké, jongens, dit... ja, we hebben boer Jan, die gaat hier blijkbaar ineens wonen. Hij heeft zijn kar meegenomen, zijn bak met bieten, zijn ezels, weet ik veel wat allemaal. Waarom ga ik niet gewoon vliegen? Laten wij dus even wat extra spulletjes pakken om Jan te verwelkomen. En dan mag hij een best hebben het huis, omdat het allereerste huis is. Wil ik nou niet zeggen, oh, daar ga ik gelijk geld voor vragen en zo. Volgens mij heeft hij ook niet zoveel, dus weet je, ik vind het prima. Laten we even wat spullen pakken. Oké, jongens, ik heb trouwens mijn pet op. Dat had ik gedaan dat mijn haar, ik vond het toch helemaal kut, weet je. Zonder pet opnemen, dat kan niet. Maar als ik mijn pet voorover doe met deze belichting, dan zie je mijn ogen niet. Dus vandaar dat ik hem achterstevoren heb moeten doen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb meegenomen 2 bakstenen, 32 kaarsen en wat kool. Ik weet niet wat ik aan een boer moet geven, jongens. Zeker niet aan boer Jan. Ik wilde een cadeautje voor hem halen, maar ik weet gewoon niet zo goed wat hij leuk gaat vinden, weet je. Hij heeft geen waarde aan de stad, dus ik denk ook niet aan diamonds of zo. Laten we even kijken. Hij is hier al weg. Heeft hij al zijn kar neergezet? Oh mijn god, volgens mij, ja, daar staat zijn kar. Hij heeft zijn kar alweer neergezet. Oh, is zijn ezel staan? Oh mijn god. Jan, dat heb je snel gedaan. Je kar hier helemaal heen gebracht. Nou, goed beest zijn we, hè? Oh. Ja. Je hebt je mooie beesten hier neergezet. Je kar staat hier. Je hebt het hooi al uitgeladen. Oh, dit staat daar. Ik heb je al uitgeladen. Ah, slim. Hey, ik heb een welkomstcadeautje voor je. Ik weet niet zo goed waar ik hem moet geven. Dus ik heb 2 bakstenen, 32 groene kaarsen en wat kool om je warm te houden. 2 bakstenen. 2 bakstenen. Ah, zo. Oké. Daar wonen we daarin, ja. Doe ermee wat je wilt. Ik zou zeggen, je mag hier wonen. Richt het huis in zoals jij wilt. Je hebt hier een hele kar met spullen. Dus er zal vast wel iets tussen zitten waarmee je het huis kan inrichten. Ook een dikke bak met bieten. Ook een dikke bak met bieten die je gewoon kwijt kan. Doe je ding. Yeah. Ik ga de omgeving hier nog even mooi maken en zo. Oké? Okay? Ja, dat komt in moeite. Ja, nee, ja. Als er wat nodig is, loop naar buiten. Ik ben letterlijk hier zo meteen aan het bezig. Dus doe je ding als je me nodig hebt, oké? Okay? Ja. Ja, probleem, Jan. Nou, dan zie ik je zo, Jan. Yo. Allright, laten wij dan even wat spulletjes pakken, jongens. Want ik wil dat landje daar omtoveren tot hetzelfde als dit. Ik wil daar graan hebben. Ik wil daar bosjes hebben, lanterns en plantjes. Maar ik wil er wel andere plantjes in hebben. We doen hier graan, puur omdat ik hier waarschijnlijk carrots en zo wil. Dan wordt het geel, groen, geel. En dan daar verderop waarschijnlijk ook weer groen. Zodat je een beetje om en om hebt, weet je. Daarvoor hebben wij een hoe nodig. Nou, die is bijna stuk. Dus laten wij ook even een diamond hoe maken. Je weet wat ze zeggen, hè? Never waste your diamonds on a hoe. Maar toch doen we het even. Toenk.
Dan heb ik de fences nodig. Lanterns, die heb ik hier al. Dan hebben wij seeds nodig. Oeh, ik heb veel meer seeds nodig. Oké, die pionies nemen we mee. Pionies kunnen we, als het goed is, met boommeel kunnen we die verdubbelen. Maar dat weet ik niet zeker. Juist, kijk jongens. Minecraft-kennis hier. Minecraft-kennis. Nemen we bosjes mee. En ik heb buckets nodig. Hier, buckets. Zo. Volgens mij, that's it, right? Ja, en misschien één pompoen om een scarecrow te maken. Zo'n vogelverschrikker. Maar die mag Boerjan zelf maken. Ik weet niet wat voor... Ik heb het wel. En dan kan ik een schaar, als het goed is, maken met twee dingen. Want met die schaar, jongens, kan je dan, kijk, een jack-o'-lantern maken. Dat is natuurlijk de vogelverschrikker. Nee, dit komt wel goed. Eerst heb ik meer zaadjes nodig. Laten we heel even naar mijn kasteel gaan. Want dan mag ik natuurlijk gewoon weer in, jongens. In de vorige afleveringen waren dat volgens mij. Toen ben ik hier weer verwelkomd door Frederik. Alleen ja, wel onder hevige bewaking elke keer als ik hier rondloop. Oeh, de seeds zijn wel een beetje opzeld. Oeh, oké. Okay. Ah, nou, we hebben hier nog wel. Kijk, nog genoeg zelfs. Carrots, die bewaren we nog even. Door de carrots, denk ik. Alright, dan zijn we ready om die kant op te gaan. Laten we dan beginnen met de waterplekjes maken. Want er moeten natuurlijk wel waterplekjes zijn, zodat het graan kan groeien. Überhaupt kan bestaan. Kijk, hier komt water, hier komt water. Hier, hier, hier. Donk, 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 donk. Wat is Jan aan het doen? Oh mijn god, hij is lekker bezig, die Jan. Die Jan is lekker aan het hakken en weet ik veel wat allemaal aan het doen. Er zit al een heel vloertje in en zo. Dat heeft hij echt snel gedaan. Laten we dan tot hier even het graan doen. Tot dit randje. Zo. Want ik weet niet wat hij hier wil. Misschien wil hij hier wel gewoon een mooie boom hebben en een tuintje en zo. Weet je, dat weet je maar nooit. Zoals je kan zien is dit natuurlijk gewoon allemaal custom gebouwd. Deze, ja, het gebied waar we op staan. Want je ziet hieronder is het gewoon allemaal hol. Dus ik moet wel even oppassen daarmee. Hé, hey, niet trouwens. Doe overal het water in. Gelukkig hebben wij een riviertje hier gebouwd. Waar we gewoon lekker water uit kunnen halen. Zo, hoppakee. Dan doen we overal op die dingen doen we gewoon leuke leaves. Om een beetje, nou niet op elke, gewoon op sommige. Hé, daar is Jan. Kijk hem lekker bezig zijn. Hé, Jan. Ja, hoe moet dat, hè? Lukt het een beetje? Ja, ik ben mee aan het knutselen. Ja, ik zie dat je echt aan het knutselen bent. Je had er net een trap en die is weg. Ja, ik ben toch niet meer blij mee. Nou, weet je, doe jij lekker je ding. Ik ben ook bezig. Yeah. Ben ik gewoon samen met Boerjan op het land bezig, jongens. Dat is gewoon iets wat ik in Cold Dead Veen echt nooit, maar dan ook bijna nog nooit heb gedaan. Dat is gewoon echt met farms en zo bezig. Dat heb ik nooit nodig gehad, weet je. Want we hadden winkels en andere mensen die het deden. En ja, dit zijn ook niet echt farms die we nodig gaan hebben. Maar het is wel leuk voor de sier. Hallo Jan. Hey, voel me af hoe Sven nu is met mijn farm. Ja, het ziet er goed uit. Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het graan. Maar daarvoor hebben we water nodig. En dat water dekken we mooi met plantjes, zodat het er niet in kan vallen. Maar sommige houden we open voor verschil. Ik ga nu mooie belichting plaatsen. Dan ga ik hier en daar even een plantje doen. Oh, ja. En dan is het tijd om te gaan stampen rampen. Of rampen stampen. En het graan erop te gooien. Ja, 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 ja. En waar is mijn schuur? Je schuur, ja. Die komt denk ik niet op dit vak. Niet? Nee. Ik wil niet. Het moet een beetje ver uit elkaar staan allemaal. Misschien dat we daar je schuur kunnen maken. Of daar verderop. Oh, van het water. Maar ken je hem als nul? Ja, kijk, kom eens. Er is zeg maar nog een ruimte hier. Alleen, ik denk dat we hier... Want je wilde ook een appelboom, zei je? Yeah. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, maar we kunnen hier in ieder geval een mooie grote boom plaatsen. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Oh, yes, ja, mooi, ja. Dat wordt een mooie plek voor een boom, hè. Bimboom, prumboom, wonenboom, onboom die ik ken. Doe jij, weet je, kies jij wat voor boom wordt ik maken voor je? Ja. Yeah. Nu? Niet nu, nee. Nu ga ik, hier ben ik hier bezig. Oh ja. Een beetje geduld hebben, Jan. Ja, zo. Oké, laten we de belichting doen, jongens. Hier een mooi lantaarnpaaltje. Daar hoeft het niet. Hier een mooi lantaarnpaaltje, zo. Hier doen we hier een mooi lantaarnpaaltje. Dan bloemetje, 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 zo. Hoppakee. En dan nu gaan we deze ijzeren hoog gaan we even opmaken. Want het is tijd voor daadwerkelijk het graan. Het is zo random dat boer Jan hier ineens is. En het leuke is, het is wel vaker gebeurd dat karakters er ineens zijn. Ik heb gewoon geleerd om het gelijk te accepteren. Er is weer iemand bij. Er is in één keer een nieuw iemand. We gaan geen vragen verder stellen. Je bent welkom. Kom er gezellig bij. En we moeten wel inwoners hebben in dit gebied natuurlijk, hè, jongens. We kunnen niet zomaar... Oh, een zombie. Nee, gaat blijf van het land af. Blijf van het land af. We kunnen niet zomaar het boerengebied hier, het boerenland, alleen laten. Er zijn wel mensen nodig die dit verzorgen. Kijk, dan brengen we het mooi tot hier. En dan dit houden we zo. Want ik ga hier denk ik dan gewoon zo bosjes plaatsen. Ja. Dan doen we hier eventjes een mooi hekje plaatsen, zo. Zoals dit, met een ingangetje erbij. Zo. We moeten het wel natuurlijk een beetje mooi, ja, afbaken als het ware. Zo, dan is overal, is het plat gestampt. Dan nu gaan we onze zaadjes gebruiken om het natuurlijk vol te planten.
Dit is gewoon echt Minecraft wat we nu aan het doen zijn. Echt meer Minecraft vind ik het niet worden. Het meest typische Minecraft aspect van Minecraft vind ik naast het bouwen, zelfs nog erger dan bouwen, is farmen. Gewoon letterlijk zaadjes plaatsen en dat soort dingen allemaal. Vooral dan ook nog nuttig gebruiken, zodat gaan wij niet doen. Zoals ik net al zei, dit gaat echt puur en alleen sier worden. Althans, dit voor niet, dit is voor Jan. Jan die gaat dit gebruiken, maar voor mij is dit gewoon sier, weet je. Want we hebben zoveel voedselkraampjes en supermarkten in de stad, dat dit gewoon niet nodig is. Maar ja, hè? Het is leuk dat we het hebben zo. Zo, dan is alles als het goed is helemaal volgeplant. Nee, ik sprong. Oh, dat maakt niet uit. Hoe ziet dit er? Oh, dat ziet er goed uit, jongens. Laten we even van boven kijken als we vliegen. Het is wel donker nu, maar... Oh, kijk hoe gezellig boer Jans stekkie er daar uitziet. Man, ik wil er gewoon bijna zelf wonen. Zo leuk als ik het vind. Laten we wel toch maar even slapen, want ik zag daar al een spin en een creeper en zo. Daar heb ik al helemaal geen zin in dat die straks hier komen en boer Jan opblazen. Dat is een snel en kort verhaal geweest. Wat ik nu nodig heb, is coarse dirt. En dat bewaar ik hier. Kijk, zo. Neem we coarse dirt mee, want moet namelijk het pad moet even hier geüpdate worden. Moet even een beetje coarse dirt in hier en daar. Zo, hoppakee. Plaatsen we dat hier en daar overal netjes terug. Maakt wel een heel verschil als het pad gewoon een beetje detail heeft, zoals dit, jongens. Juist. Dan af en toe een blaadje ertussen. Hier één. Hier één. Zo. Hier één. En hier één. Enig is, kijk, onder dit blaadje zit niks. Dus daar moeten we even rekening mee houden dat we het zo moeten doen. Dan, dit vind ik een mooi plekje voor eigenlijk een bankje of zo. Dus laten we daar even een bankje doen. En dan van steen. Ik denk dat een stenen bankje heel leuk kan zijn. Zo, ik heb gewoon allemaal troepjes gepakt. Kijk, als we hier dan gewoon zo doen. Zo, en dan misschien toch nog met een sign. Heb ik die bij me, sign? Nee, jawel. Net. Ja, steen is op zich wel mooi ervoor, maar ook weer niet. Nee, het steen is toch niet mooi. Als we er dan maar gewoon wat nuttigs bouwen, plaatsen, zoals dit. En dan een paar barrels erbij zo. En een kist. En een cooldron. Zo, kijk. Dat ziet er dan iets beter uit. Hetzelfde hier. Gewoon een hoop barrels. Kissie erbij. Flower potje erop. Trapdoors er tegenaan. En dan tot slot gaan we het helemaal vol bone mealen hier. Zodat het ook een beetje gezelliger uitziet, weet je. Zoals dit. Zo, kijk. Juist. En dan tot slot. Nog een bosje hier. Bosjes hier. Hier bosjes zo. En hier bosjes. En dan tot slot. Een prachtig kampvuurtje erbij. Met signs eromheen. Om het een beetje als een soort vuurkorfje te laten lijken. Dat moet ook dit worden. Juist. Oh, dit ziet er goed uit, jongens. Wat een gezelligheid bij boer Jan hier. Hebben we hier een bloemetje. Die kan mooi in die flowerpot hier zo. Nou, dan denk ik dat het gebied hier officieel af is. Gewoon het looppad hier naar boer Jan's huis. Wat een gezelligheid, zeg. Alleen dit nog niet, maar daar wachten we nog even mee. We hebben nog niet genoeg tijd voor om hier nu ook een mega boom te gaan maken. Want ja, jongens, hè. Voordat deze aflevering begon, bestond het hele gebied natuurlijk nog niet eens. Dus we zijn al een paar dagen verder sinds dat ik hiermee begonnen ben. Kost natuurlijk best wel wat tijd. Zeker met die molen en weet ik wat hier allemaal. Maar laten we even kijken hoe het met boer Jan is. Hij heeft nog steeds geen deur. Oh mijn god, wat is dit allemaal? Dit is waar hij zijn bieten maakt of zo. Hier heeft hij een... Oh mijn god, wat heeft hij dit snel gedaan, hè? Jan! Hallo? Oh mijn god. Hey, hoe is het met me? Dit is je hooi zolder of zo. Ja, kijk, dit is mijn bed met mooie deur. Oh, je slaapt je ook gewoon ja, met de kokkie erbij. Ja, en mijn bekken naast mijn hoofd, anders moet ik niet wakker. Wat ben je hier nu aan het doen? Niks. Nog een farmpje aan het maken? Nee, niks. Niks? Nee. Oké. Hey, ik zie dat je een groene kaars hebt gebruikt. Ja, nou kijk, je moet je kreeg een cadeau, dus ja, dan moet je hem ook uitgeven. Ja, dan moet je ze ook gebruiken, dat klopt inderdaad. Maar kijk, ik heb een lekker bakje soep voor u. Ah, is dat de bietensoep? Ja, heerlijk een bak. Precies helemaal van de recept van Jan. Ik heb op het moment helaas geen trek, maar ik bewaar hem, oké? Wel even proberen, hè? Ja, ik ga hem proberen, ik beloof het. Ik beloof dat ik de bietensoep ga proberen. Yeah. Prima. Hey, vergeet je ook niet een deur te plaatsen? Zat er ook niet in. Nee, dat zat er niet, maar ja, het is wel handig als je een deur hebt. Ik heb de huis gekocht zonder deur. Moet ik een deur voor je plaatsen? Yeah. Oh, ik haal wel een deur voor je, wacht. Dankjewel. Die Jan wil gewoon een deur hebben, alleen hij wil hem niet zelf plaatsen. Niet te geloven, hè. Laten we even alle spulletjes in de tussentijd terug doen. Voordat mijn hele inventory zit namelijk propvol. En dan heb ik alleen één grote houten deur nodig. En die heb ik natuurlijk niet. Maar dan kom ik ook eens één houtblokje tekort, dat meen je. Zo. Dan hebben we drie deuren. Gaan we daarmee naar Jan. Misschien tegen de tijd dat ik daar ben, ik gebruik expres niet mijn laatste vuurwerkje. Want misschien als ik daar aankom, heb ik dan trek. En dan kan ik die bietensoep voor hem drinken. En dan is hij ook weer blij dat ik zijn bietensoep heb geprobeerd, weet je. Maar dan moet ik wel trek krijgen. Kom op. Ik ben er bijna. Waarom gaat er nou niet één hongerbar vanaf? Kom op. Oh mijn god. Ik heb nog steeds geen trek. De deur plaatsen wij dan hier. Oh mijn god, dat kan daar niet op. Dat meen je. Dan heb ik even zo'n deurding. Coarse dirt weer nodig. Nou, één blokje coarse dirt. Ik ben weer heen en weer gaan rennen. En ik heb gewoon nog steeds geen trek. Het is niet te geloven. Oké, plaatsen we hier. En dan... Tonk. Zo, hebben we een deur. Je hebt een deur hoor, Jan. Waar zie je?
Je hebt een deur. Een deur? Ik heb een deur voor je gebouwd. Oh, oké. Okay. De bak zit ook letterlijk vol met bieten. Ja, mee. Mooi bak met bieten. Nou, in ieder geval, kijk, het ziet er goed uit. Zie je een deurtje? Geen andere kleur, hè? Oh, god, nee, wees blij met je deur, Jan. Oh, zo, no, nakin. Moet niet zo noemen. Sorry, sorry. Kom, bedoel. Laten we jammer even met rust laten voor vandaag. We hebben een nieuwe bewoner. Niet in de stad, maar buiten de stad. Ik vind het heel leuk. Ik vind het hartstikke leuk dat we dit zo hebben. Hij heeft ezeltjes mee. Wie weet dat hij binnenkort nog meer dieren heeft. Misschien dat we al een stal gaan bouwen. Weet ik van wat allemaal. We gaan kijken wat Jan allemaal te bieden heeft. Maar goed jongens, voor vandaag gaan we deze Minecraft Survival Content 1 video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Heel veel werk. We zijn voor het eerst een keertje in lange tijd bijna niet in de stad geweest. Sowieso heb ik geen blokje aangeraakt daar. Ik ben alleen maar af en toe erheen gevlogen om even wat spulletjes te pakken en zo. Hey, kijk, zo te zien, boer Jan op de achtergrond is lekker, weet ik van wat aan doen. Ze boerendingetjes. Ik vind het zo leuk. Lekker op zijn ezel zitten, verzin het. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. We gaan voor 4000 likes halen, want dat niet, word ik boos. Reageer even wat je van Boer Jan vindt en wat we voor Boer Jan allemaal moeten gaan maken. En misschien heb je een idee wat Boer Jan voor ons moet gaan doen. Laat het zeker even in de reacties weten. Reageer zeker ook nu met... Bak met bieten zijn lekker, want... En dan met jouw reden. Bak met bieten zijn lekker, want... Geen idee. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dit is de vorige content van VNL. Heb je hem nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Want dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaan is in deze stad. Hele leuke video, zeker even kijken. En nu spreek ik later een glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Moo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 o